is allemaal begonnen omdat het Wagnerjaar is. En Wagner is zoveel jaren dood. Nou, en we wilden deze grote, een van de grootste componisten van de afgelopen eeuwen, een eer bewijzen. Het is muzikaal ongelooflijk sterk. Dus daarom dachten we, laten we die 16 uur van die opera terugbrengen naar 70 minuten. Dat hebben we gedaan en we dachten, als we dat toch alles klein maken, we maken het grote orkest met al die solisten, brengen we terug naar een klein groepje instrumentalisten, het Nederlands Blaasensemble. Waarom gaan we dan niet samenwerken met Hotel Modern, de meesters in het maken van een macro-wereld, gemaakt door een micro-wereld, de granaaltjes, de kleine mensjes op stokjes. Hotel Modern heeft dat op hun gebruikelijke wijze weer geniaal opgelost, door dat te bedenken dat die wereld van Wagner gespeeld zou gaan worden door die kleine insectjes. We gaan dus proberen om de essentie van het verhaal, de diepere betekenis van de Ring des Nibelungen, wel te vertellen, maar dan in 70 minuten en teruggebracht tot de wereld van de insecten. Op het podium filmen we marionetten en poppen en landschappen en het publiek ziet ons dat filmen. Ze zien ook die sets waar het allemaal in gebeurt, die filmsets. En tegelijkertijd wat wij met die camera filmen wordt geprojecteerd op een groot scherm en zie je de beelden die wij filmen. Ja, heel vaak doen wij dat met één componist, muzikant op het podium, maar dit keer gaan we dat dus met 14 muzikanten doen. Het is een hele nare wereld, die Nibelungenwereld. Het zijn wel goden, maar Wodan is echt een soort enorme schuinsmarcherende egoïst. En die maakt overal een zootje van. En het wordt even verraden in de rug gestoken en vermoord. En die Exectenwereld is ook een enorme nare wereld. In andermans kinderen eitjes gelegd worden, zodat terwijl die kinderen dan nog leven en lekker zich voeden, de rupsjes zich dan van binnenuit ook lekker kunnen voeden met dat andere kind. En echt een afschuwelijke wereld. Dus dat klopte vrij aardig. Ja, ze ondergaan ook allerlei metamorfoses, net zoals dat ook in die godenwereld is, waarin door de tarnhelm Albrecht zich kan veranderen in een slang, een soort toverhelm is dat. En in de insectenwereld is dat ook, dat rupsen worden vlinders, larven worden sprinkhanen, et cetera. En dat, dus eigenlijk die wonderlijke mythische wereld vind je ook best wel terug in die insectenwereld. Hij is gemaakt van twee lepels. Het is gewoon heel liefdevol ook gemaakt. Je moet ook maar eens kijken, wat kun je met die insecten? Je maakt een paar insecten, je kan een groot idee hebben, maar uiteindelijk heb je maar gewoon een blikken tor en die kan maar drie dingen en net niet wat je bedacht had. Dit is de eerste tor die ik maakte eigenlijk. Dus die is vrij ruw. Ja, en grof, vrij ruw, maar hij loopt heel... Hij loopt wel grappig. Hij kan eigenlijk niks met zijn poten, maar dat werkt wel heel goed. Het ziet eruit dat dit Siegfried wordt. Siegfried is de held, zeg maar, die alles goed moet maken en die op nare wijze vermoord wordt aan het eind. Dit meer een soort Wodan. Dat is meer een soort Wodan, ja. We zijn hem eerst gewoon helemaal zo weggegooid, naar geluisterd. Oké, is mooi. We hebben een idee over een soort wereld die het is. Een soort nare wereld vol verraad en liefde. En gaandeweg komen die dingen dan toch wel weer bij elkaar. Weet je, we hebben een insect wat eitjes legt. En dat is dit. Dus dit is dan de buisje. Kijk, en die komen hier dan uit. En dat zijn... Wat is het stokje nou gedaan met schuurpapier? Was het? Ja, schat, ik heb het nog niet al geprobeerd. De stijl van die muziek, de emotie die in die muziek gestopt wordt door Wagner. Het is haast, als je het nu naar luistert, zou je zeggen, het is filmmuziek. En zoals wij nu filmmuziek maken, dat deed Wagner dus al in de tijd dat Brahms nog brave symfonietjes schreef, die totaal geen filmmuziek zijn. En dat heeft hij allerlei technieken voor bedacht, die in die tijd revolutionair waren. Het leitmotief, hè, dat hij dus een motief bedacht
een motiefje betekent, een stukje muziek. Een ta di da ta da da. Dat is een motiefje, een soort melodietje. En dat gebruikte hij steeds als er een bepaalde persoon, een figuur in de opera actie deed. Nou, dat was voor die tijd volledig nieuw. En dat wordt nu heel erg gebruikt in de filmmuziek. Het is een van de drie Rijndochters. Het zijn waternimfen. Maar in de mythe zit dan het goud. Dat zit onder in de Rijn. En als je daar een ring van maakt, dan heb je de wereldmacht. En het goud wordt bewaakt door drie waternimfen. En in onze versie zijn die nimfen kwallen. In het begin hoor je ook een heel mooi muziekstuk met een hele lange toon. Waarin dat goud is aan het gloren. Zo, en dat, bij ons begint het ook onder water, maar het is ook zo dat het leven onder water begint. En Ring des Nibelungen gaat ook over het eigenlijk ontstaan en ook weer het verdwijnen en ook weer, dan weer het opnieuw ontstaan van leven. We hebben dan een enorme bosbrand. Dit heeft André, onze technicus, gemaakt. En dan met wat groen ervoor. En er komt ook een uitbarstende vulkaan in. En als we hier dan een soort verdunde gel en gelatine en het overheen gooien, dat wordt zo transparant en dat kruipt dan zo voort. Hier ook allemaal aarde. Hè? En dat is heel mooi lava, een lavastroom. Dat ziet er heel spectaculair uit. En dan daarna is er een soort optimistisch einde in de muziek ook weer. En dan weet je van, dan kan er weer wereld is schoon en kan er weer opnieuw iets beginnen. Want wat hij eigenlijk wil zeggen, als je het heel kort door de bocht gaat, dat macht, dat baat niet. Die Wotan, die wil dus de absolute macht, die heeft al heel veel macht, maar die wil, vergelijk hem met de banken, die zijn al machtig. Maar ze willen eigenlijk de volledige hegemonie over de wereld. En in de opera zijn er allerlei figuren die ook de macht willen begrijpen en die op hun manier. Nou, en dan 16 uur later, echt stort die hele wereld in elkaar. En het moraal van het verhaal is gewoon heel simpel, macht baat niet. Moeten we echt van de daken schreeuwen, wat we ook gaan doen met deze voorstelling van ons.